maken vandaag. We dachten, er ligt dik ijs op de sloot. Dat gaat er wel in straks. Kilo splitterten, 5 liter water ongeveer. 1 of 2 wortelen. 1 of 2 uien, hangt een beetje van de maat af. Knolselderij, prei uiteraard. Verschillende soorten varkensvlees. Dat zal ik je zo even laten zien. Mooie Hollandse splitterten. Bij de natuurwinkel kun je deze mooie glimmende krijgen. Dit is een kilo, maar ik denk dat we maar even een hele grote pan maken. Dus dan doe ik er nog wat bij. Ja, de verhoudingen. Ik zou zeggen een kilo splitterten op 5 liter water. Dus dit is ongeveer 4 kilo splitterten. Dat wordt dan 20 liter water. Ja. Kook ik in eerste instantie 6 wortelen in mee, 6 uien en ongeveer 6 groene van prei. 1,5 bol nootmuskaat, selderij stelen en bladpeterselie stelen. En uiteindelijk gaan er ook nog 2 knollen in. Nou, in plaats van peterseliewortel heb ik vandaag pastinaak genomen, omdat die peterseliewortel was even niet voorradig. Maar gelukkig hebben we wel peterselie stelen. Hier hebben we wat varkenspoten. Met schenkels. Ik ga ze heel even blancheren van tevoren. Dan hoef je tijdens het koken van de soep minder te schuimen. Dus dan neem je gewoon een grote pan. Leg ze in. Qua specerij gaan er een paar kruidnagels in. Niet te veel. En uiteraard wat peper. Peterselie stelen. Selderij stelen. Een blaadje laurier. En worcestersaus is altijd wel even lekker om er een flinke dot van in te doen. Zout uiteraard. Lavas is ook erg lekker in de soep. Magieplant. Ik kook eerst de splitterten. Ik kook een bouquet mee van wortel. Vervolgens ga ik een brunoise snijden van selderij, prei en wortel als extra garnituur. Ik kneus de zwarte peperkorrels. Ik gebruik het groen van de prei om samen met de splitterten eerst te koken. Met ongeveer zoveel wortels, uitje of 6. Dit wordt samen eerst gekookt. Ga ik straks opbinden. En de gekookte vleessoorten die gaan er dan in. Peterseliewortel was even niet voorradig. Maar gelukkig hebben we wel peterselie stelen. Dat is echt een goede smaakversterker. Nou, ondertussen komt het schuim al aardig boven van de varkenspoot en de ribben. Maar hier zet ik even vast met een kruidnageltje. Goed afspoelen. Het begint er een beetje op te lijken zo. Bouquetten en de poten liggen erin. Ik ga dan heel even de splitherten heel kort even wassen, dat alle kiemetjes eruit zijn. Eventuele restjes stof of dergelijke. Gaan we de ertjes erbij doen. Gaan we het water erbij doen. In dit geval 20 liter ongeveer, op 4 kilo splitterd. Stukje gerookt spek. Nou, gaat er nog een handje zout bij. En dan laten we het aan de kook komen. De rookworsten die hangen nu in de rookkast. En die worden morgen pas geleverd. Dat is helemaal niet erg, want snetters per snetters is het eigenlijk een dag heeft gestaan. We gaan hem nog niet eens opeten vandaag, dat doen we morgen. Schillen de knol goed, zeker aan de onderkant, want dan zitten de wortels nog. En er zit ook nog wel eens wat aarde tussen. Dus. Wel belangrijk. Hier gaan we een mooie brunoise van snijden. Mooie kleine blokjes. Nu gaan we de prei snijden. Dat doen we in halve ringetjes. Omdat je dan eerst even goed kan wassen. Er zit bijna altijd wel, zeker op dit niveau, veel zand. Omdat de prei die groeit natuurlijk langzaam omhoog en neemt aarde mee omhoog. En dat, ja, je ziet het hier al een beetje. Een beetje lauwwarm water even uitspoelen en dan pas in de gewenste vorm snijden. Ik schuim dat zoveel mogelijk af. Hoe minder lang dat meekookt, hoe schoner de soep blijft. En als ik het schuim verwijderd heb, dan ga ik nog peper erin doen. Dus bladpeterselie, dat voegen we op het allerlaatste toe. Het moet niet te lang koken. Ja, dat wordt gewoon bitter als je dat te lang kookt. Het belangrijke is dat je regelmatig roert, want splitterten hebben toch echt wel de neiging om aan te zetten op de bodem. En er is niks viezer dan een aangebrande ertessoep. En blijven afschuimen, net zolang tot er geen schuim meer boven komt. Ik ga mijn peperkorreltjes toch nog even malen. Dit is een oud koffiemolentje. Het werkt nog prima. Nou, moet hij ruiken. Peterselie gaan we racht fijn hakken. Maar die doen we pas op het allerlaatste erin. Dat duurt echt nog wel even voordat de erten gaar zijn. Ik laat hem nu nog, ik denk 3 kwartier aan een uur lekker bubbelen.
Dan haal ik het bouquet eruit. Ga ik dus gewoon de soep helemaal glad roeren met een zware garde. Dat hij zich een beetje gaat binden. Vervolgens haal ik het vlees eruit. En dat ga ik van de botten plukken en fijn snijden. Dan gaan we hem op smaak brengen. De selderij. Peterselie. En uiteraard nog het verse bouquet. Wat wel belangrijk is dat we eerst de wortel en de selderij erin doen. Want die hebben een langere kooktijd dan de prei. Dus eerst de knolgroente en daarna de prei. En dan nog een kwartiertje koken ongeveer. Smaak brengen met Worcestershire sauce. Heel belangrijk. Even goed schudden. Maar dat doen we straks. Nu wachten we rustig af tot de erwten gaar zijn. Die hebben we wel even nodig, want het zijn natuurlijk gedroogde peulvruchten. Als je een eentje eruit haalt, je kan ze even neerleggen. En dan met je duim erop drukken. Je ziet, ze worden wel wat zacht, maar ze moeten echt helemaal door en door gaar zijn. Nou, de erwten zijn zo goed als gaar. Dus nu haal ik voorzichtig het bouquet eruit. Dat is nog een hele truc, want het wordt natuurlijk wat slapper allemaal. De uien kunnen eruit en de wortelen worden eruit geschept. Ertjes gaan natuurlijk weer terug. Daar gaat het allemaal om. De uien hebben hun smaak afgegeven. We gaan het vlees eruit halen. We van het bot gaan plukken. Dan nog even fijn snijden, zodat we dat straks weer terug kunnen stoppen in de soep. Ondertussen kookt de soep lekker door. Ga ik straks met een garde al de erwten helemaal glad roeren. Dat het een beetje echt gebonden soep gaat worden. Weer de groenten erbij, laten we meekoken. En daarna de prei erin. Gaan we op smaak brengen. Dus heb ik het vlees van het bot afgeplukt. Dit zijn de schenkels. Ik ga het nu wat fijner snijden nog. Dit is het spek. Dit is nog wat van die krabbetjes. Heb ik wat vlees ertussen uitgeplukt. Nou, dat gaan we straks erin doen. Zodra de soep weer kookt, ga ik het bouquet brunoise van de groenten die we net hebben gesneden. De wortel en de knolselderij, die gaan we toevoegen. Dan wachten we even 10 minuten, een kwartiertje, tot die wat zachter is. Dan gaan we de prei eraan toevoegen. Met het vlees. En laten we nog heel even doortrekken. En dan de rookworstenstukjes er nog in, maar dan mag hij absoluut niet meer koken. Dat is echt alleen maar om op te warmen. En de peterselie erbij. Lekker. Verder kan je er van alles in doen. Je kan ook bijvoorbeeld met kalfsvlees werken. In plaats van varkensvlees. Of een hele varkenskop erin meekoken of staarten. Nou, dan ga ik de wortelen toevoegen. En de selderij. Knolselderij. Vlees voeg ik ook vast even toe. Dan kan het ook nog een klein beetje stuk koken. Dan wordt het nog ietsje dikker allemaal. Ja, dit is een lekkere rookworstje. Die gaan we nu een stukje snijden. Terwijl de knolselderij in de wortel staat te koken. Dus gaan we nu een beetje op smaak brengen. Wat ook wel belangrijk is dat je grote hoeveelheden maakt die je niet in één keer opeet. Dus dat je het niet in een pan laat afkoelen, maar op platen uitstort. Dat het vrij dun is en dan het liefst ergens op de tocht, op de koude tocht, zeker met dit weer gaat het snel, dat het snel terugkoelt. Want als je het te lang in een pan laat staan, zit er natuurlijk vlees in. Ja, dan gaat het natuurlijk op een gegeven moment gisten en dan komen er bacteriën vrij. Nou, komt al in de buurt. Maar hij moet nog verder koken. Ja, nu is het even wachten tot de wortelen en de knollen gaar zijn. Dan doen we de prei erbij. En op het laatste peterselie. Dan gaan we hem even afmaken, nog op smaak. En dan gaan we hem een dagje laten rusten. De worst zit er nog niet in, dus de prei ook nog niet. We gaan even wachten tot de wortel en de knollen gaar zijn. Nou, de prei zit erbij. Dan brengen we hem nog één keer aan de kook. En dan als hij kookt, doen we de worst en de peterselie erbij. Dan smaken we hem af en dan is het klaar. Nu zit de peterselie in. Ik heb het vuur onder de pan uitgedaan. In dit geval elektriciteit. En dan kan de worst erbij. Ik breng hem nog wat smaak wat extra zout. Ik heb nog niet zoveel toegevoegd. Klein beetje peper nog. Nog wat Worcestershire sauce. Om hem even een pepje te geven. En dan is hij er wat mij betreft. Ik vind hem prima.